Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Na een korte terugblik gaan we vandaag in uitzending 1174 met Hagai 2 verder. In dit hoofdstuk wordt de profeet voor de tweede keer naar het volk gestuurd. Het is de laatste dag van het Loofhuttenfeest, het grootste feest in Israël. Maar op het Tempelplein wordt niet uitbundig gefeest. De mensen hebben al een maand lang hard gewerkt, maar opnieuw dreigen ze ontmoedigd te worden. Want zo mooi als vroeger zal de Tempel nooit meer worden. Het is een herkenbare gedachte. Wanneer we in de kerk of gemeente om ons heen kijken, dan kan het ook ons ontmoedigen. Er gebeurt veel wat niet in overeenstemming is met Gods woord, en het opbouwen van iets gaat niet altijd vlot. Zo mooi als in de begintijd is het al lang niet meer. De toewijding van de eerste gemeenten, hun zegeningen, daar kunnen wij weemoedig naar kijken. Maar dan mogen ook wij onze ogen op de Heeren van de kerk richten. Hij is wel dezelfde gebleven. Daarom klinkt ook voor ons de boodschap die we vandaag gaan lezen: Wees sterk en ga aan het werk, want ik ben met u. Te veel kijken naar de omstandigheden of naar mensen kan ons verlammen, maar zicht op God geeft nieuwe moed. De omstandigheden blijven hetzelfde, maar we vinden weer kracht om verder te gaan, stap voor stap. Hagai 2, vers 5. Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heer. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heer van de legermachten. Zerubabel weet niet hoe de herbouw van de tempel gerealiseerd moet worden. In Zacharia 4 zullen we een uitgebreider verslag lezen van Gods bemoediging aan de leiders en het volk, die worden geroepen de tempel te herbouwen. Daar staat in hoofdstuk 4, versen 6 tot en met 14: Dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heere van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep. Genade, genade zij Hem. Het woord van de Heer kwam tot mij. De handen van zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft, want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn, als zij het tinnengewicht zien in de hand van Zerubabel. Die zeven zijn de ogen van de Heer, die over heel de aarde trekken. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem. Wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen hem: Wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? Toen sprak hij tot mij: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: Nee, mijn heren. Daarop zei hij: Dat zijn de twee gezelden die bij de heren van heel de aarde staan. Bij de bespreking van het Bijbelboek Zachariah zullen we dit gedeelte verder uitleggen. Maar ik heb het alvast eens gelezen om de bemoediging van Zerubabel te benadrukken. De woorden van Haggai 2, vers 5 maken duidelijk dat de Heer het volk niet bestraft vanwege hun moedeloosheid. Dat zouden wij misschien hebben verwacht. Integendeel, terwijl God het ongehoorzame volk in Haggai 1 bestrafte, komt hij nu met zijn belofte tot het ontmoedigde volk. Niet dat het helemaal tegenover elkaar staat. In beide hoofdstukken is de kern van de boodschap ten diepste dezelfde, want die wordt gevormd door de woorden. Die we zowel in Hagai 1, vers 13, als in Hagai 2, vers 5 lezen, namelijk: Ik ben met u. Het is duidelijk dat de Heere zijn volk, dat in gehoorzaamheid aan zijn bevel aan het bouwen is, maar daarbij door moedeloosheid is overvallen, leert om niet langer om zich heen te kijken, maar om naar boven te kijken en op hem te vertrouwen. Hagai zegt er met nadruk bij wie de Heere is, namelijk de Heere van de legermachten. Hij heeft zijn volk geroepen om met de herbouw van zijn huis de tempel te beginnen. Dat betekent dat het Gods werk is, waarbij de leiders en de exballingen worden ingezet. De voltooiing is niet van hen afhankelijk. Het is de Heere die zijn werk zal voltooien. Dat de Heere met hen is, hangt niet af van de tempel die de Israëlieten voor hen bouwen. De Heere heeft er zelf voor gekozen om in Sion, in Jeruzalem, te wonen. Niet omdat Sion en Jeruzalem iets voor hebben boven andere bergen of steden of omdat de Israëlieten hoog boven anderen uitsteken. Nee, het is ten diepste Gods eeuwig welbehagen, zijn vrije gunst die hem daartoe bewoog. Dat is ook het evangelie. De Heere die in Christus naar schuldige zondaars toekomt en tegen hen zegt, ik ben met u. In Matthäus 1, vers 23 staat, Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Wat is het hoophevend te weten dat ondanks alle ellende een mens steeds omhoog mag kijken? Het doet me denken aan Psalm 121. Daar staat: Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Terwijl de pelgrim dichter bij Jeruzalem komt, en het maakt geen verschil of hij uit het noorden, oosten, zuiden of westen komt, zal hij door de bergen moeten gaan. De dichter beseft welke gevaren er zijn. De heuvels zijn een ideale schuilplaats en uitvalsbasis voor roofzuchtige banden. De reis van een pelgrim is lang en vol gevaren. De dichter is zich bewust van het feit dat hij hulp nodig heeft en de dreigende gevaren. Hij beleidt dat de Heer de Hemel en de aarde heeft gemaakt. Juist daarom is het zinvol om Hem te vragen om hulp. Ook voor ons gaat deze logica op. De reis is wel moeilijk en gevaarlijk, maar er is één die bewaart. Deze bewaarder laat niet toe dat de pelgrim onderweg zal struikelen. Gedurende de hele reis zal de Heer als een persoonlijke lijfwacht beschermend aanwezig zijn. Deze lijfwacht zal niet sluimeren of slapen, maar zal alert blijven. De Heer zal de pelgrim voor alle kwaad bewaren. Zowel bij het weggaan als bij het terugkomen is het de Heer die bewaart. Daarbij is de bescherming tegen alle kwaad voor altijd. Zo blijkt dat, ondanks de gevaren van de toekomst, de hulp van de Heer bescherming zal bieden in iedere situatie en op elk moment. Drie maal per jaar vertrokken pelgrims vanuit het hele land naar het heiligdom in Jeruzalem. Aan het begin van de reis kon de aanblik van de heuvels de pelgrims de moed opnemen. Want de reis was voor velen lang en de heuvels waren vol gevaren. Psalm 121 stelt dat de Heer de pelgrims voor al die gevaren bewaart. Het vormt een voorproefje of is de naklank van de priesterzegen die in de Tempel wordt of is uitgesproken. Kregen gelovigen dan nooit een zonnesteek of werden zij nooit overvallen door bandieten? Waarschijnlijk wel, maar de pelgrim mocht vertrouwen dat alles onder Gods leiding en zorg viel. Psalm 121 roept op tot vertrouwen in de Heer. En dat geldt ook voor ons. Terug naar Hagai 2, vers 5. Maar Zerubabel, houd de moed erin. En Jozua en alle anderen, laat u niet ontmoedigen en ga aan de slag, want ik ben met u, zegt de Heer van de hemelse legers. Ja, het volk was God weer gaan dienen. En de Heer had beloofd dat hij hun inspanningen zou belonen. Maar het werd tijd dat de leiders en het volk aan de slag gaan. Ook gelovigen vandaag moeten mensen zijn die bidden, de Bijbel bestuderen en God loven. Maar daarbovenop moeten we uiteindelijk opstaan en gaan doen wat de Heer met ons van plan is. God wil door de gelovigen de wereld redding verkondigen. De Heere heeft ons, jou en mij, werk gegeven, thuis, in ons gezin, op het werk, bij onze vrienden in de kerk, enzovoort. Het is tijd om moed te vatten en aan de slag te gaan. Want we mogen weten dat de Heere dan ook met ons is. Hahai 2, vers 6. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot. toen u uit Egypte vertrok. en mijn geest, die in uw midden stond. Wees niet bevreesd. Dat de Heere in het midden van zijn volk is, mag in principe niet verbazen. De Heere blijft trouw aan zijn beloften. die hij al gegeven had bij de uittocht uit Egypte. Hij is nog steeds dezelfde God. met hetzelfde woord. Daarom was de moedeloosheid van de leiders aan het volk niet nodig. Daarbij wijst de Heer dan op zijn geest. Die geest zal het volk liefdevol begeleiden. Hij zal de tegenstand overwinnen en het volk in Gods zegen doen delen. Hij zal de uitvoerder zijn van de zegeningen die de Heer aan zijn volk heeft toegezagd. Die geest zal het doen, zoals we ook lezen op andere plaatsen in de Bijbel. Hagai zegt daarbij: Wees niet bevreesd. Een hele bemoediging als alles om je heen donker en uitzichtloos lijkt te zijn. Het is ook voor onze tijd een machtige boodschap. Maar zo'n bemoedigingen werken alleen als er ook geloof is. Ik merk dat ook vandaag, wanneer men mensen wil bemoedigen met woorden van God of met Bijbelse beloften, dan komt er vaak een ja maar. Sommigen kijken je dan aan alsof je de ernst van hun problemen niet ziet of begrijpt. Maar de beloften van God staan boven alle omstandigheden. Ook Hagai heeft het gevoel voor de realiteit en de actualiteit niet verloren. Hij minimaliseert de moeilijke omstandigheden niet. Maar als God zo met zijn volk is, en als gij hen door zijn woord en door zijn geest leidt, beschermt en zegent, dan zijn er geen onmogelijkheden. In Jeremia 32, vers 17 staat: Ach, heere, heere, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. De Israëlieten weten het. De heren baande een weg waar die niet was door de zee. En dat kan de here vandaag nog steeds. God is het die zijn volk leidde door de woestijn en hij verzorgde hen met mannen uit de hemel en met water uit de rots. Zou hij dan niet meer bij machten zijn, zijn volk de tempel te doen herbouwen? Daarom zegt de here in Hagai 2 vers 6 Toen u uit Egypte trok, heb ik beloofd dat mijn geest altijd bij u zou zijn. Wees daarom niet bang. Maar daarmee zijn we nog niet aan het einde van de profetie van Haggai. Want nadat Haggai het volk op het tempelplein erbij heeft bepaald alles van de Heer te verwachten, mag hij de leiders en het volk ook helpen naar de toekomst te kijken. Na het geloof mag ook de hoop herleven naar Gods volmaakte toekomst. Waar het vertrouwen in de Heer wordt gewekt en versterkt, daar wordt ook vertrouwen gevonden in de toekomst. Want die toekomst behoort toe aan God. Indrukwekkende dingen mag de profeet Haggai verkondigen, dingen die de tijd en de bedeling waarin hij leeft verre te boven gaan. Nog eenmaal zal de Heer alles in beweging zetten, zodat de schepping en de geschiedenis beeft op haar grondvesten. We lezen het in de volgende versen. HI 2, versen 7 en 8. Want zo zegt de Heere van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid. Zegt de Heer van de legere machten. Na de toezegging van zijn ondersteuning in de vorige versen, gaat God het overblijfsel nog meer bemoedigen. Al openbaart hij zich nu niet persoonlijk in hun midden, er zal wel weer een tijd aanbreken dat hij eigenmachtig zal ingrijpen. Als we de woorden van deze versen lezen, dan kunnen we denken aan Exodus 20, versen 18 tot en met 20. Toen liet de Heer de aarde ook beven. Daar staat... En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Zij zeiden tegen Mozes: Spreekt u met ons? Dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het gaat hier om gebeurtenissen bij de Sinai, toen de aarde bewoog, omdat de Heer nederdaalde tot zijn volk. We kunnen bij de woorden van Haggai dan ook denken aan de wereldschokkende gebeurtenissen sinds de ballingschap, die de geschiedenis en de tijd van de profeet hebben beheerst. Maar belangrijker dan zoeken naar vergelijkbare situaties is het antwoord op de vraag wanneer zal het opnieuw gebeuren. Haggai zegt namens de Heer, nog één ogenblik, en dat is een korte tijd. Heeft hij zich daarin vergist? Blijkt daaruit dat hij dan toch geen echte profeet van de Heer is geweest? Ik geloof het niet. In het Nieuw Testament komen we nog veel sterker de gedachte tegen dat de tijd kort is en dat het niet lang meer zal duren voordat de volleinding van de wereld komt. Denkt Haggai bij deze verzen aan de komst van de Heer Jezus? Of zullen wij er bij het lezen van zijn professie in ieder geval aan moeten denken? Ik denk het wel, maar de vervulling van de professie van Haggai gaat nog verder. Dat gaan we ook lezen en bespreken in het vervolg. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.tbr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.